Als u mocht denken dat het reusachtige doek dat deze mannen hier uitspreiden het tentzeil van een circus is, dan bent u ernaast. Het gaat hier trouwens heel anders toe dan bij een circus. De onderkant van het doek wordt eerst met touwen vastgezet aan stalen kabels die op hun beurt stevig in de grond verankerd worden. Dan wordt er een luchtpomp ingeschakeld. Deze pomp blaast met grote kracht lucht onder het doek dat nu langzaam maar zeker begint op te bollen. In enkele uren verheft zich zo een reusachtige tent van de grond die door niets anders overeind wordt gehouden dan door de ingepompte lucht. Het geplastificeerde nylon waarvan deze opblaasbare hal is vervaardigd is volkomen water- en luchtdicht en bestand tegen zeer ruwe weersomstandigheden. Op een tennispark in een der Amsterdamse buitenwijken werd deze Franse vinding voor het eerst in ons land opgezet. Dit soort hallen kan wellicht een tijdelijke oplossing betekenen voor het tekort aan grote zalen waarmee onze sport te kampen heeft. Een speciaal geconstrueerde draaideur zorgt ervoor dat de lucht bij het binnenkomen en verlaten van de hal niet kan ontsnappen. De pompen regelen de toevoer van verse lucht die bij een bepaalde druk door uitlaatkleppen in het dak van de tent weer ontsnapt. Een demonstratietenniswedstrijd tussen Just Bart en de jeugdkampioen van Nederland Tony Okker aan de overkant van het net en Ronnie van Gelder en Nick Fleury toonde duidelijk aan dat deze opblaasbare hallen voor de Nederlandse sportwereld goede mogelijkheden openen.